Wij verhuren bijenvolken aan telers voor bestuiving van hun gewas. En dat begint in het hele vroege voorjaar met de bestuiving in de bedekte tilten, aardbeien in kassen en in tunnels. Daarna, eind maart, begin april, komt over het algemeen de kersenboomgaarden. Na de kersen beginnen de peren te bloeien en halverwege de peren komen meestal de appels in bloei. En zo gaan de bijen, worden die overal ingezet om de bloemetjes te bestuiven en daarmee voor mooie vruchten te zorgen. Bij de bijenboerderij is het eerste waar mensen aan denken vaak honing, maar ja, honing is juist voor ons dus eigenlijk het minst belangrijke product. In de wintertijd is het in de bijen natuurlijk wat rustiger en dan is het juist de tijd om raampjes en bijenkasten etcetera te maken. Wanneer deze raad door de bijen gebruikt wordt om honing in op te slaan straks, dan kan het zomaar zijn dat het gewicht daarvan wel tot ruim 4 kilo gaat. En dat komt dus neer op 8 potjes honing die je dan eigenlijk uit één zo'n raad zou kunnen slingeren. En ze vragen wel aan mij of ik van mijn hobby mijn beroep gemaakt heb, maar ik ben wel al 20 jaar lang ondernemer. En in 2008 het een en ander meegemaakt tijdens een bergwandeling in Spanje. Dat ging een beetje fout. En toen ben ik in een ravijn gevallen. Daar ben ik met een helikopter uitgetakeld en 14 dagen later was ik terug in Nederland en eigenlijk weer aan het werk als nooit tevoren, want dat wordt ja, min of meer van je verwacht. Maar 6 maanden later vroeg ik me af waar ik mee bezig was. En heb ik tegen mijn vrouw en wat vrienden gezegd dat ik het nog 2 jaar zou doen en dat ik dan imker ging worden. En waarom dan imker? Ja, ik kwam op die tijd in mijn leven toevallig steeds met bijen in aanraking. En zo geschiedde. 4 maanden later zat ik op cursus en had ik mijn eerste eigen bijenvolken. En toen was eigenlijk heel snel het idee van de bijenboerderij geboren. In onze winkel hebben we eigenlijk alles wat een imker nodig heeft voor het houden van bijen. De beschermkledij, de kappen, hoeden, handschoenen. Maar ook alles wat hij nodig heeft voor het verwerken van honing. En daarnaast natuurlijk honing en honingproducten, honingkoek, honingsnoep. Al het goede van de bijen. Het bedrijf rust op 3 pijlers. Bijenteelt, handel en educatie, recreatie, edutainment. Nou, dat laatste, daar zijn we nu, boven. De 3 pijlers maken ook echt met z'n drieën het bedrijf. Dus de ene pijler kan bijna niet zonder de andere pijler. De bijenteelt, de bijen bestuiven, wij komen daarmee in contact met fruitboeren. Dat resulteert weer in de producten die hier nu staan. We hebben de appelstroop, appelperenstroop enzovoorts. En ja goed, de producten daarvan die staan dan ook weer hier wanneer we groepen ontvangen, excursies verzorgen. Naar de hand kan het in de winkel weer gekocht worden. Dus ja, op die manier probeer je te zorgen dat je verbinding krijgt met bedrijven in de omgeving. En dat je binnen je eigen bedrijf de 3 pijlers waar alles op gebouwd is goed op elkaar ingrijpen. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad dat ik het roer heb omgegooid, administratiekantoor verkocht en dit ben gaan doen. Dat is, elke dag nog plezier.